Nou, dit is helemaal een unicum. De vlog openen in de buitenlucht, buiten huis. Is het, we wandelen altijd 's avonds. Is het dan nu avond, maar toch licht? Is het in één keer zomer? Oh, dat is echt een moeilijke zin. Ja. Goedemorgen. Wij besloten even voor een ochtendwandeling te gaan, want ik heb gewoon last van mijn lijf, van het vele zitten binnen. Ik heb ook last van jouw lijf. Pas op, Fietje. Support your local coffee, meneer. Dan heb ik net stofgezogen, knipper ik twee keer met mijn ogen en dan vind ik dit alweer op de vloer. Unbelievable. Ik ben uitgenodigd door de 2 minuten show voor de 2 minuten show. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Volgens mij gaan ze allemaal stellingen roepen. Dus ja, oké, ik ga inbellen. En vandaag hebben we bij ons de gast in onze virtuele studio. Niemand minder dan YouTuber, presentatrice, storyteller, content creator en volgens mij nog veel meer. Niemand minder dan Marije van der Made. Wauw, hallo, wat een introductie. Wat is je geheime talent? Mijn geheime talent is, dit. Top, helemaal goed. Ontbijt, soja, yoghurt, banaan, walnoten, lijnzaad, een beetje muesli, pindakaas. En editen. Ik heb vannacht echt super slecht geslapen en dat kwam ook vooral omdat ik toch wel heel erg zat te piekeren en zo. Piekeren is niet helemaal het juiste woord, maar gewoon, het was druk in mijn hoofd, om het zo maar te zeggen. Dus daar ga ik straks even wat aan doen. En ik ga het super praktisch maken voor jullie, zodat je ook daar iets mee kan. Furby, krijg jij niet genoeg eten? Wat is dit nou weer? Max, jij wilde iets met mij bespreken. Oh, mag ik nu alleen maar gewoon praten als de camera aan staat? Dat gaan we niet doen. Ik zei gewoon, gaan we nu pizza bestellen? Of gaan we straks pizza bestellen? Jij brengt mij op het slechte pad altijd. Makkelijk, als je iemand gewoon de schuld kan geven. Je kan ook gewoon zeggen, nee, gaan we niet doen. Maar jij zegt, maar we hebben nog eten in huis. Nee, nee. Je kan ook zeggen, ja of nee. Er stond niemand, je was weer aan het mompelen. Oh, dat ligt erbij. Oké, even een potje real talk. Want ondanks dat ik het heel stom vind wat ik nu ga zeggen, is het wel gewoon waar dat ik het best wel lastig vind dat ik relatief heel weinig views krijg op mijn vlogs. En dat is allemaal te verklaren, aangezien mensen in principe voor mijn experimenten zijn geabonneerd. Dus dit gebeurt er als experimenten. En ja, dan is het heel logisch, dat zie je ook bij alle andere kanalen, dat ze dan op vlogs of andere content dan gebruikelijk, dat er dan minder naar gekeken wordt. Ten tweede is het ook nog eens zo dat ik natuurlijk best wel wat breaks heb genomen van YouTube. Dus mensen zijn mij weer vergeten. Het is waarschijnlijk zeer ongunstig geweest voor op het algoritme, zeg maar. Dus mijn video's worden ook gewoon vaak minder, worden dus gewoon minder voorgesteld bij mensen. Dus dan is het logisch dat ik daar minder views op heb. Ik zou het niet stom moeten vinden, maar ik vind het toch stom. En ik merk dat het dan toch een soort van aan mijn eigen waarde vreet. En ja, wat ik zeg, ik vind het gewoon stom dat ik dit zeg. Maar ik denk dat het ergens ook wel misschien relatable is op andere vlakken voor veel mensen. Misschien de algemene gedachte is natuurlijk erachter van mensen vinden mij niet leuk of iemand vindt mij niet leuk. Die angst herkennen we denk ik allemaal wel. Oké, niet iedereen, heel veel mensen. Dus in deze situatie dacht ik ga daar de work op doen. De work is een methode van Byron Katie. En dat is gewoon een hele praktische manier dus om te gaan met vervelende gedachtes. Sowieso is het echt nummer 1 belangrijk om te beseffen dat je gedachten niet altijd de waarheid zijn. En daarom is het dus belangrijk om ze te gaan ondervragen. Je herkent vast wel dat je denkt dat iemand boos op je is en dan blijkt diegene helemaal niet boos op je te zijn als je hem uiteindelijk spreekt. Heb je wel al een hele nacht daarover zitten dubben en piekeren en heb je slecht geslapen en dan blijkt het helemaal niet waar te zijn. Dus deze methode helpt bij dat soort gedachten om ja, eigenlijk de waarheid omhoog te halen, maar dus ook gewoon echt een plek te geven. En ik merk voor mezelf dat dat
heel goed werkt. Ik doe dit ook regelmatig. Niet altijd helemaal op papier, maar dan doe ik het bijvoorbeeld even in gedachten. Want het zijn in principe 4 vragen die je dus helpen. Die je helpen. Ik zou zeggen, schrijf lekker mee. Ga lekker zitten, pak een kopje thee. Je neemt in gedachten een stressvol concept over iemand, levend of dood, die je niet voor 100% vergeven hebt. Bijvoorbeeld, hij geeft niet om mij. Dus bijvoorbeeld, Piet geeft niet om mij. Die gedachten, die kun je misschien wel eens hebben. Of het kan ook zijn, ik ben boos op Paul omdat hij niet naar mij luistert. Of ik, iets van een gedachte die jou stress geeft. Die ga je opschrijven. En voor mij is het dan bijvoorbeeld, mijn kijkers vinden mij niet leuk meer. Ja, dat ga ik doen. En dat klinkt super kinderachtig en overdreven en zo. Maar dat heb je nodig om tot de kern te komen. Dus ondanks dat ik weet dat dat niet zo is, mijn kijkers vinden me niet leuk, heb ik wel af en toe dat gevoel. Oké? Nou, schrijf mee. De eerste vraag die je dan stelt is, is het waar? Mijn kijkers vinden mij niet leuk. Is het waar? Ja, zo voel ik het op dit moment wel. Dus ik zeg ja. Tweede vraag. Kun je absoluut weten dat het waar is? Ja, dat kan ik niet weten dat het waar is. Want ik weet niet wat mijn kijkers denken. Bovendien, het zijn allemaal verschillende mensen. Of als het dus gaat over jouw vriend. Je kan nooit weten of het waar is. Want je zit niet in diens hoofd. Dus je kan het niet weten. Ik kan absoluut niet weten of het waar is. Dus moet ik toch nee zeggen. Dat is een heel belangrijk eerste besefmoment. Je kan het niet weten. Dus stop met piekeren. Derde vraag. Hoe reageer je? Wat gebeurt er wanneer je die gedachte gelooft? Dus mijn kijkers vinden mij niet leuk. Wat gebeurt er dan met mij? Nou, dan voel ik me minder waardig. Dan ga ik piekeren. Slaap ik slecht? Heb ik geen zin meer om video's te maken? Ja, ben ik gewoon druk in mijn hoofd. Wil ik compenseren? Misschien wel compenseergedrag. Nou, en als jij bijvoorbeeld nu deze gedachte pakt over X is boos op mij. Wat gebeurt er dus in je lijf of in je hoofd? Wat gebeurt er fysiek als je dus daarover nadenkt? Of als je die gedachte hebt? Goed, dan. Zijn er wat subvragen voordat we naar de vierde vraag gaan? Brengt die gedachte vrede of stress in je leven? Nou, duidelijk stress. Welke beelden zie je van verleden of toekomst en welke fysieke sensaties komen er boven wanneer je die gedachte denkt en die beelden bekijkt? Nou, dan zie ik bijvoorbeeld voor me dat mijn YouTube-carrière over is. Dat ik dat niemand meer dus naar mijn video's kijkt. Dat ik zielig en alleen overblijf. Nee, dan zie ik voor me dat ik ander werk moet gaan zoeken. Nou, doe ik al verschillende dingen natuurlijk, dus dat gaat niet helemaal op. Maar oké, dat ik in ieder geval, dat het geen zin meer heeft om video's voor mij te maken. En ik vind mijn werk heel erg leuk, dus ik blijf heel graag video's maken. Welke emoties komen boven wanneer je die gedachten gelooft? Nou, ik voel me gewoon dus dan echt emoties. Ja, verdrietig. Hey, boter. Hey. Ja, verdrietig misschien wel. En teleurgesteld in mezelf. Is dat een emotie? Angst ook wel. Dus de angst om, weet je wat het ook is met YouTube? Op een gegeven moment wordt het ook soort van onderdeel van je identiteit. Of je het nou wil of niet. Ik identificeer mezelf ook soort van als YouTuber. Dus op het moment dat ik dan niet meer, of als ik geen kijkers heb, of als mensen mijn video's minder leuk vinden, dan valt die, en ik ga dus stoppen, dan valt die identiteit weg. En dat wil ik natuurlijk, dat is een natuurlijke reactie van je hoofd, dat je dat wil voorkomen. Dus daarom komt er gewoon angst bij kijken. Hoe behandel je die persoon in deze situatie wanneer je deze gedachten gelooft? Hoe behandel je anderen en jezelf? Dus als jij zeg maar die situatie hebt van ik denk dat Maria boos op me is. Hoe behandel je dan haar? Nou ja, in principe respectloos. Want je bent allemaal aannames aan het maken. En je gaat er niet vanuit dat zij gewoon zegt als zij een probleem met je heeft. In mijn geval, hoe behandel ik mezelf? Nou, dat is natuurlijk duidelijk. Compleet waardeloos. Als een slachtoffer ook gewoon. Ja. Nog een subvraag. Wat lukt je niet wanneer je de gedachte gelooft? Nou, wat lukt me niet? Ja, om het los te laten. Om te geloven dat misschien
de vlogs op een gegeven moment wel weer meer kijkers krijgen. Of dat de video's wel weer meer kijkers krijgen. Of dat het gewoon goed zo is. Of dat het vooral natuurlijk draait om of ik het leuk vind om de video's te maken. Want dat is het in feite. Ik moet het leuk vinden om de video's te kijken, te maken. En ik moet het leuk vinden om mensen te inspireren op het gebied van duurzaamheid en lalalala. Maar dat lukt me dan niet meer als nummer 1 prio te zien, omdat ik dan bezig ben met hoeveel views ik heb. Dan, de volgende vraag is echt super sterk. Wat vrees je dat er zou kunnen gebeuren wanneer je deze gedachten niet meer zou kunnen geloven? Als ik niet meer kan geloven, mijn kijkers vinden mij niet leuk, dan ben ik in feite bang dat ik controle verlies. Dan ben ik dus bang dat ik misschien een beetje als een loser word gezien. Alsof ik het zelf niet doorheb dat ik minder kijkers heb. Wat vrees je dat er kan gebeuren als je die gedachte niet meer kan geloven? Als ik die gedachte niet meer kan geloven, dan ben ik bang dat ik geen grip meer op de situatie heb. Dat is het, denk ik. Denk ook even na over wat er bij jou dus gebeurt nu. Dan de vierde vraag, en dat is een hele belangrijke natuurlijk. De vierde en laatste vraag. Wie zou je zijn zonder de gedachte? Dus zonder de gedachte, mijn kijkers vinden me niet meer leuk. Hoe reageer je dan? Wat lukt dan wel? Hoe voelt dat? Wat ik voor me zie als ik die gedachte niet meer kan geloven, is dan zie ik een Marije die gewoon helemaal haar eigen ding doet. Gelooft dat als er ook maar één kijker is die wat aan de video's heeft, dat dat genoeg is, dat ze daar blij mee is. Dan zie ik een Marije voor me die gewoon lol heeft met wat ze doet. Gelooft in wat ze doet en dat het niet uitmaakt wie of wat er naar kijkt. Want nogmaals, het draait om haar, om gewoon mijn eigen proces. En ook een klein publiek is heel mooi. En wat is een klein publiek natuurlijk ook? Is super relatief. Ik zie gewoon vooral dan een hele blije Marije voor me. En iemand die zich, die gewoon lekker slaapt en gewoon leuke dingen kan maken. En ook meer de vrijheid voelt misschien om leuke dingen te maken. En niet uit angst handelt, maar uit inspiratie en blijheid en vreugde. En die er zin in heeft mooie dingen te maken. Nou, dit was in de basis dus een beetje de work, de vier vragen. En er zit nog een toevoeging aan, maar ik zal het niet te lang maken. Ik ben echt volledig open en eerlijk geweest. Ik ben benieuwd hoe jullie hierop gaan reageren. Ik hoop dat je er ook wat aan had. Laat me dat ook eventjes weten. Ja, ik denk dat het tijd is voor mij om te eten. Hé, Maxi! Wij hebben denk ik wel genoeg voor 2 personen eten. Dit zijn halloumi fries, falafel, bloemkool met hele lekkere dressing, geroosterde bloemkool. Vegan quesadillas met curry en ui. En vegan cheesy fries. Zoveel zin hierin. Vooral die bloemkool is echt gigantisch lekker. Dit is toch ongekend schattig, hè? Dat Linda dan nog steeds haar zoon... Oh, sorry. Haar zoon likt. Oh. En we kijken de Dallas Buyers Club. Ze zijn elkaar aan het wassen. Could you be any cuter? Ik ga even lezen. Tot morgen.